hoor ze wel, maar ik zie ze niet. Zo'n prachtige vijver met waterlelies. En dan verwacht je dat op elk blad wel een beetje kikker zit te wachten. U ziet hier gras, koeien, water, meerkoet, eieren. Maar wat is er wel, maar ziet u niet? En ik geef u een hint, het springt nu op mijn schouder. Inderdaad, kikkers, het barst ervan, maar ze weten zich heel goed te verbergen. Ik ga op zoek naar de kikker en probeer de kikker der kikkers te vinden. En dit is hem niet. In de provincie Utrecht wonen pakweg een miljoen mensen, maar vele malen meer kikkers. Bruine, groene, allerlei kleuren natuurlijk. En al die kikkers hebben één ding gemeen, ze zijn in meer of mindere mate giftig. Vandaar dit anti-gifpak wat ik draag. Goeiedag Wim. Hey, hallo Henk. Wim, op jouw gezag draag ik dit pak. Ja. Beschermt mij dit tegen kikkerbeten? Nou, het valt heel erg mee. Oh. In feite zijn kikkers totaal ongevaarlijk. Alleen sommige soorten hebben op hun huid een wat irriterend gif. Dus als je een kikker aanraakt, of met name padden is dat wel bekend, dan moet je dat niet in je ogen smeren. Zitten hier veel kikkers? Er zitten hier heel veel kikkers, ja. Groene met name. Oh, ja. Die vallen lekker op in het gras. Ja, maar in het water valt het nog mee hoor. En je hoort ze heel goed. Ja, ja. Vang jij ze als het ware op je oren? Soms wel. Soms hoor je ze ook plonsen vanaf de kant. En soms hoor je ze gewoon roepen. Dus dan kun je gewoon kijken. Nou, zeggen ze dan, Wimpy, hier zit ik. Nou, zo dom zijn ze nou ook weer niet. Nee, die roep is voor soortgenoten. Ah, ja. Om een babbeltje te kunnen gaan voeren. Nou, het is deels om voor de voorplanting, hè, om vrouwtjes te lokken. Oh. Ja. Oh, dus in de kikkerwereld roep je en dan komt er een vrouw op je af. Dat is het, wel het idee, ja. Ja. Oh, ik wou dat wij dat hadden. Ja. Dames! Zie je wel? Ja, ja. We reageert er ook in. Wim, nou zag ik jou net, waarschijnlijk op kikkerzoektocht hier in het gras. Heb je al wat gevangen? Ja, wat babykikkertjes hebben we gevangen. Daarin? Ja, die zitten hier in de... Ja, maar ze zijn heel klein. Die zijn echt net het land op. Oh. Die zijn bruine kikkertjes. En als ze helemaal het land opkomen, blijven ze dan op het land of gaan ze nu en dan ook weer even in het water wonen? Nou, nu blijven ze meestal wel op het land. En ze zullen nu met name een beetje de koele plekjes in het bos op gaan zoeken. Zijn ze nuttig eigenlijk? Dat is zo'n typisch Hollandse vraag. Ja, ik vind dat ze veel nut hebben. Ze eten namelijk allerlei kleine diertjes op, dus ook insecten. Muggen? Ja, muggen. Oh jongens, jullie verdienen een subsidie. Ja. En allerlei andere beestjes waar er anders veel te veel van zouden zijn. Ja, ik heb alleen maar groene meuk. Ik hoor ze wel, maar ik zie ze niet. Shit. Ja, we hebben een kikker. Ja, je hebt een kikker. Mooi zo, dan is missie geslaagd. De groene kikker. Ik heb een hand. Oh, valt niet mee, hè? Je zuigt vast, hè? Het is een groene kikker. Deze is een beetje donkergroen. Okay. Maar het is een groene kikker, omdat die soort noemen we zo. Maar de kleur is een beetje variabel. Hebben wij in Nederland een kikkerschaarste? Dat valt mee, maar er zijn soorten die zijn ernstig bedreigd. En waar is dat door? Sommige soorten hebben gewoon te lijden onder verslechtering van hun habitat. Ja, wat betekent dat in Nou, bijvoorbeeld dat er poelen zijn waar ze in voorkomen, waar opeens heel veel vis in zit. Waar ze niet tegen kunnen. Kunnen ze niet tegen vis? Sommige soorten niet, nee. En zijn ze bang voor die vissen? Of... Nee, die vissen eten dan de kikkervisjes op. Ja. En dan houdt het op. Ja, die eten dan al die eitjes op. Ja. Waarom doe jij dat eigenlijk, kikkers vangen? Het is inventarisatie. En dan kijken we hoe het met die soorten gaat. En wat is nou op kikkergebied de coming kikker? Nou, ik denk in de provincie Utrecht vind ik de heikikker wel de leukste soort. De heikikker? Ja. En niks zeggen, maar die komt voor op de hei. Ja, dus niet. Ja, nee. Niet alleen. Hij komt wel eens op de hei voor, maar in Utrecht voornamelijk
In veengebieden, laagveen. Oh, en wat maakt die kikker nou heel speciaal voor jou? Voor mij is dat vooral dat die in het voorjaar, een paar dagen lang, worden de mannetjes helemaal blauw. Oh, wat leuk. En dat vind ik toch wel heel bijzonder. En daarna worden ze gewoon weer? Bruin. Wat grappig. Ja. Is dat om fruitjes te trekken? Ja. Kun jij dan aan de kwaaktoon horen wat voor soort kikker het is? Ja, bij veel soorten wel. Maar die groene kikkers lijken op elkaar, dus dat is soms een beetje lastig. Ja, maar in principe heeft elke kikker zijn eigen geluid. Ja, ja. En zijn er ook, je hebt enkelkwakers, dubbelkwakers. Nou, je hebt kikkers die kwaken echt luidruchtig. Je hebt hele zachte piepjes van sommige soorten. Ja. Die hebben gewoon slechte kikkerstembandjes. Ja, die hebben niet van die grote kwaakblazen uit de bek. Hè, bij heet de groene dat kwaakblazen? Ja. Wat je op ziet zwellen. Ja, sommige hebben er twee en sommige hebben er één in de keel. Ja. En ze hebben allemaal een eigen geluidje. Prachtig woord, kwaakblaas. Is dat een soort volumekast? Ja, precies. Het is eigenlijk net zo groot als een hoofd, of groter zelfs. En dat is precies om het geluid te laten resoneren. Ja, ja, waar wij de mondholte voor gebruiken. Ja, er zijn soorten die kunnen zo hard kwaken dat het op een kilometer te horen is bij rustig weer. Echt waar, joh? Ja. Tot slot, hè. Ik heb een vijvertje en daar zitten geen vissen in. Ja. En dat doe ik wel eens een beetje van dat padden kwakken in. Van dat dril. Van dat dril. Mag dat, een beetje dril vangen? Of? Ja, officieel mag het niet. En je moet natuurlijk ook uitkijken dat je geen last met de buren hebt als je er zelf de kikkers erin gooit. Want ik hoor nogal eens klachten van geluid. Ah, zijn er mensen die echt klagen over een kwakken? Ja, helaas wel. Ik zou het leuk vinden. Ja, ik ook. Maar er zijn mensen die er niet van kunnen slapen. De wereld zit vol met zeikers. Hoewel, misschien moeten we ze gifkikkers noemen. Dat vind ik een goed idee. Dank je. Graag gedaan. Maar een programma over kikkers. Er zit er geen één. Jawel, verdom. Die hele vijver was leeg. Ja. En dus alleen nog maar zand. En toen hoorde ik toch nog kikkers. Ja, houdt u van kikkers of zegt u, ik vind het irritante rotbeesten? Nee, dat ligt eraan waar je zit. Je hebt brulkikkers heb je ook natuurlijk. Je tuinap moet je ze niet horen. Oh, nee, heb ik nooit gehoord. Ik ben er wel eens geweest. Dan heb je echt van die... Als echt brullen? Ja, echt. Ja, echt. En hoe hard brullen die dan? Zo? Zo ongeveer, ja. Echt waar? Oh. Even de evolutie leer. Deze bak zit vol met water. Wacht een miljoen jaar, dan zit een kikker in. Heren, goeiedag. Jullie zijn hier bezig een soort kikkervijver aan het maken. Ja. Ja? Hebben jullie ze ook gezien hier? Ja, ik heb er een stuk of 20 gezien of zo. Serieus? Ja, zo'n man hier in de buurt die gooit ze er af en toe in uit een vijver of zo. Serieus? Ja. Dit is eigenlijk een illegaal kikkerdumplaats. Ja, denk het. Alle kikkers uit de sloot. Ben je er bang voor? Voor kikkers? Ja? Nou, ze komen toch niet bij mij in de buurt. Nou, je hebt kikkers die heel gevoelig zijn voor mooie vrouwen. Oh. Ja, dat zijn zogenaamde, dat zijn kikkerprinsen. Want die zitten te wachten tot ze een zoen krijgen. Ja, mijn prins zit thuis. Oh, u heeft al een prins. Dit is de dienstingang van de Botanische Tuin in Utrecht. Mag ik doorheen, omdat ik u mee ga nemen naar een kikkerconcert. U denkt een kwaakconcert. Wel nee. Dag Roel. Hoi Henk, goedemorgen. Leuk dat je er bent. Ik hoor niks. Nee. Ik kwam hier voor een kikkerconcert. Ja, dat kan. Dan zou je nog even een moment geduld moeten hebben. En dat zijn wel hoge tonen, dus... Wat bedoel je dat, hoge tonen? Ja, toontjes van die fluitkikker die zijn erg hoog. Dus... Fluitkikkers? Dus je komt voor een fluitconcert? Je komt voor een fluitconcert. Eindelijk. Oh, eindelijk is ook de uitspanning. Eindelijk. Kijk maar, ik ben gewend dat kikkers kwaken. Waarom fluiten deze? Ze maken lawaai om aandacht te maken voor de dames. Hè. Ja. Oh. Ja, zo werkt dat. Hè. Het zijn wat dat betreft net bouwvakkers. Ze fluiten naar de dames. Komen ze van nature ook in Nederland voor? Nee,
Maar waarom haal je hier dan naartoe? Nou, het is een mooie combinatie omdat wij van oudsher hier een Midden-Amerikaanse en Zuid-Amerikaanse plantcollectie hebben in deze tropische kassen. En die fluitkikkers die komen dus uit Midden- en Zuid-Amerika. Dus vandaar dus die horen er als het ware bij? Die horen er al als het ware bij. En dan kan je dus op een gegeven moment ook uitleggen waarom een bromelia een ideale plant is voor bijvoorbeeld de voortplanting van zo'n fluitkikker. Oh, en waarom is trouwens de bromelia de ideale plant voor de voortplanting van de fluitkikker? In de koker van een bromelia, als het goed is, staat altijd water in. En dit is een bromelia? Dit is een bromelia, dat heb je heel goed. Jij bent een kenner. Nou, dat niet, maar dat is de enige plant met een koker. Dus ik denk, kan niet missen, ja? Daar staat water in, en dan? Want de structuur is zo dat hij een ongekeerde paraplu vormt. Dus al het water wat op de bladeren valt, stroomt naar de koker toe. En die kikkers die hebben water nodig om die larven uiteindelijk in te deponeren. En dat doen ze dus in die bromelia. En wat eten ze verder? Insecten. Fruitvliegjes, kevertjes, tropische miertjes, noem het maar op. En dat heeft dan nog... Maar lusten ze geen Hollandse mieren? Die zijn te groot. En mieren die kunnen ook venijnig bijten. Dus waarschijnlijk zullen ze op het moment dat ze daarna gaan jagen, zullen die mieren ook van zich afbijten. Dus hebben die kikkers van, het zit me wel goed. Ik wil lekker mijn eigen kleine miertjes hebben. Maar hier komen mensen, die komen kijken naar de plantjes en denken ze, hey, een tropische kikker. Nou, heb ik me laten vertellen dat die wel eens giftig willen zijn. Ja, dat klopt. In hun natuurlijke omgeving zijn ze sowieso altijd giftig. Oh. Omdat dat afhangt van het voedsel wat ze eten. En in een gevangenschap, als ze alleen maar fruitvliegjes eten, dan zullen ze daar niet giftig van worden. De kans is dat als ze dus die tropische mieren eten, die dus mierenzuur hebben, dat ze wel degelijk weer wat meer giftig zijn. Dus dat ze giftig zijn, komt door het dieet wat ze hebben? Ja, deze kikkertjes, die driekleurige kikkertjes, die vinden die mieren niet zo vreselijk lekker. Maar dan hebben we een andere kas, hebben we blauwe zitten en die vinden de mieren heerlijk. En die zijn dus een beetje giftig. Dus ik verwachtte dat die dus echt giftig zijn. Fluit die ook? Die maakt wel een geluid, maar die fluit niet. Die maakt een soort buzzend geluid. Oh, en dat vinden vrouwtjes toch leuk? Blijkbaar, ja. Zullen we even naar gaan luisteren? Een soort van mopperende oude vent. Nee, ja, daar voel ik me bij thuis. Hey, is dit dan een kas waar ze ook rondspringen? Ja, in dit bakje hebben we alvast wat tropische mieren gevangen. Als kinderen nou zo'n mooie blauwe kikker zien, hè, willen ze dan wel eens zoenen? In de hoop dat het een prinsesje is. Dat lijkt me wel. Daarom zitten deze echt wel achter slot en grendel. Ja. Om te zorgen dat ze er niet bij komen. Want ze worden helemaal doodgekust anders, hè? Nou ja, behalve dat. Dat huidslijm van die kikker is giftig. En dat gebruikte vroeger en tegenwoordig nog Amazone-Indianen om mee te jagen. Dat deden ze dus. Een pijl deden ze dus in zo'n blaaspijp. Die smeerden ze in met dat huidslijm van zo'n kikker. Ja. En daarmee schoten ze dus wild, een hertje. Kun je daar echt een hertje mee doodmaken? Ja. Het is gif wat op de spieren werkt. En zodra dat gif in je bloedbaan komt, dan houdt je hartspieren binnen een halve minuut mee op. Kan je de giftigheidsgraad zien aan een kikker? Over het algemeen is het zo dat hoe feller de kleurcombinaties zijn, hoe giftiger ze zijn. En dat zou, verklaart men, vogels moeten afschrikken, zo van die kleuren, die combinaties die zijn zo verschrikkelijk schel. Eet mij maar niet op, want ik ben heel erg giftig. Wat is nou jouw lievelingskikker? Nou, dan gaan we weer terug naar waar we begonnen zijn, naar die tricolore kikker. Omdat die soms nog harder kan fluiten dan een kanarie. Ik ben er bang voor. Bent u bang voor kikkers? Ja. Wat grappig. Ja. Mijn moeder ook. Oh. Voor de duvel en zouwe moer niet bang en een kikker op een loper zetten. Ja, klopt. En dat heeft u ook? Ja. Hup. 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 Ben jij bang voor kikkers? Nee, heb je er wel eens een gekust? Nooit een kikker gekust? Nee, ik heb alleen soms kikker erin gevangen. Serieus? En wat heb je ermee gedaan? Toen ook weer terug in de vijver gelegd. Heb je wel eens een kikker opgegeten? Zou jij
de pootjes van een kikker lusten? Nee. Nee, waarom niet? Maar ik heb het ook nog nooit gegeten en de kikkers zijn heel bang. Zijn die bang dat ze opgegeten worden? Denk ik. Zo'n prachtige vijver met waterlelies. En dan verwacht je dat op elk blad wel een beetje kikkers zit te wachten op een zoen of om gevangen te worden. Want je hebt kikkers nodig om kikkerbilletjes te kunnen eten. Maar daar is niet iedereen een voorstander van. Hi. Hoi. Ik ben Henk. Julie. Jij bent geen voorstander van het eten van kikkerbilletjes, hè? Nee, absoluut niet. Heb je ze wel eens op? Nee, ook niet. Ik wel. Lekker. Ik zou het niet weten, waar smaken ze naar? Kip. Het is niet eens lekkere kip. Het is gewoon kip. Weet je wel, een soort van gefrituurde Kentucky Fried Chicken. Want ze bakken dat vaak ook, hè, in vet. Zo'n soort kip is het. Ja. Dat is helemaal niks bijzonders. Geen reden dus om het te eten. Nee, nee. En komen die kikkerbilletjes nou hier vandaan? Nee, nee. Vroeger wel. Op een gegeven moment na de Tweede Wereldoorlog werd het zo populair dat er te veel kikkers werden gegeten. Of kikkerbillen. En hebben we toen langzaamaan besloten dat we ze niet meer uit onze eigen achtertuin halen, maar dus uit Azië of uit Latijns-Amerika. Nou heb ik me wel eens laten vertellen dat ze op een heel akelige manier die beesten... Klopt ja, dat? Ja, en dat is precies het probleem met kikkerbillen. Mensen die... sowieso komen de kikkers kant en klaar vaak vanuit Azië hier naartoe. Dus het is niet zo dat ze hier nog worden geslacht. En daar worden ze ofwel met een mes ofwel met een schaar. Ja. Of met een... gewoon gescheurd, kan ook nog. Levend? Ja. Geen verdovend prikje? Geen verdovend prikje. En je moet je voorstellen dat een kikker, nadat dat is gebeurd, nog ongemiddeld een uur blijft leven. En een kikker heeft net zo'n pijngevoel als een zoogdier. Akelig. Ja. Worden die kikkers levend geslacht omdat het vlees dan lekkerder is of gewoon omdat spuitjes zo duur zijn? Niet omdat het vlees dan lekkerder is, maar vooral omdat het makkelijkste is. Er wordt niet nagedacht over het dierenwelzijnsaspect. Als we het hebben over amfibieën zoals de kikker en als we het hebben over vissen, dan is daar gewoon eigenlijk heel weinig kennis over. En met name vissen ontstaat er nu steeds meer bewustzijn van, hey, vissen kunnen ook pijn lijden. En datzelfde heb je met kikkers. Kikkers wordt steeds meer bewustzijn onder de consument dat ook wat kleinere dieren wel degelijk pijn kunnen hebben. Zeg je dan serieus mensen die denken... Denk het als je de poten van een kikker afrukt en je ligt dood, dat je daar niks van voelt? Die mensen hebben. Jawel, maar dat het snel over is. Ja. En dat is het grote verschil natuurlijk. Dat is niet snel over. Dat, ja, een uur. Nog steeds dat de meeste kikkers komen rechtstreeks uit het wild. Die worden gewoon gevangen. Het is niet zo dat ze in farms worden gehouden. Dat komt wel steeds meer op, maar dat is een heel klein deel. Ik dacht echt in mijn onschuld. Nee. Ik denk, er zijn gewoon, je hebt forellenkwekers en je hebt kikkerkwekers. Nee, en dat maakt het ook zo belangrijk dat er niet enorme aantallen kikkers worden gevangen. Want het is ook nog eens schadelijk voor het ecosysteem in landen als Indonesië. Heb je dus geen kikkers meer rondom de landbouwgronden. Dus worden er geen muggen meer gegeten. En heb je pesticides nodig. En dat zijn ook dus voor mensen hele nadelige gevolgen. En behalve dat je pesticides nodig hebt, word je natuurlijk helemaal suf gebeten door die muggen. Ja. Maar worden er veel kikkerbilletjes gegeten in Nederland? In Nederland, en dat zal je verbazen, wij zijn de derde na grootste importeur van kikkerbillen in Europa. In de EU. Ja. Niks zeggen, Fransen eerst? Nee. Maar wie dan? 50% gaat naar België. En dan Frankrijk en dan Nederland? Frankrijk en dan Nederland, ja. En zolang er een vraag is, zal er export blijven staan uit die landen. En een bewustzijnscampagne over dat specifieke leedelement lijkt me heel zinvol. Ja, ja. Nou, daar ben ik het mee eens.
Hier op het terras van het tuincentrum in Maarsen. Sorry, kikker in mijn keel. Ik krijg ook gelijk een opkikkertje van. Ben ik op zoek naar kikkers, want dit is een kikkerpoel. Tje. Geen kikker te zien. Heb ik weer. Maar ik kan natuurlijk als noodgreep de kikkerlokker inzetten. Kom maar jongens. Kom, kom. Kwak, kwak, kwak. 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 Je scheelt zoveel te dik, man. Ja, ja, ik wou u bijhouden. Hier zien we aardappelplanten die we willen kruisen. We nemen even een bloemetje mee. Ah. Zo. Moordenares.